FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies. Dankjewel, dat wil jullie zijn. Ik wil u zo 50 minuten meenemen op mijn levensreis, wat me overkomen is, wat ik van gemaakt heb en hoe we ervoor staan. Dat wil ik doen door middel van een aantal sheets, maar ik wil vooral heel veel beelden laten zien, want ik denk dat het veel mooier is om te zien. Dus ik hoop dat jullie 20 minuutjes mag boeien. Mijn leven is 27 jaar geleden veranderd met de geboorte van mijn mooie zoon Myron. Myron heeft een moeilijke start gehad, is met 31 weken op de wereld gekomen. Hij heeft de eerste 2 weken moeten knokken om op deze wereld te blijven. En als jonge ouders horen wij dat Myron geboren is met een dubbelzijdige hersenbeschadiging. Myron heeft 2 plekjes op zijn hersens. En geloof het is de mooiste jongen van de wereld geworden. Maar zijn fijne motoriek is aangetast, dus een spijkerbroek met knopen, als je kiks, een appel schillen, een broodje smeren, lukt allemaal niet. Hij spast meestal lichaam, het is een te hoge spierspanning. Als een passie kinderen zie je zo lopen. Myron heeft het in lichte mate, het doet zijn hele lichaam. Er worden ook vaak de benen in een bepaalde stand gedrukt. Daarvoor Myron tot zijn 18 in een spalk gelopen. Dus die eerste 16, 18 levensjaren was een uitdaging. Een van die uitdagingen was sport. Ik ben altijd zelf een enorme sportjongen geweest. Voor mij is sport zo belangrijk in mijn leven. Ik heb het nodig. Sport is voor mij hetzelfde als slaap. Ik moet het doen, anders voel ik me niet lekker. En ik heb 2 grote passies in mijn leven gehad. Dat is kickboksen en voetballen. Allebei best op niveau gedaan, maar ik ben op 16 op jonge leeftijd al in de eerste helft te spelen. Dus ik ben voor het voetballen gegaan. Ja, ik heb het uit mezelf nog gebracht. Ik denk dat voetballen en sport het mooiste op de wereld is. En je leert samenwerken, je slaat vriendschappen, je leert discipline, je bent in beweging. Dus voor mij is sport, ik heb het gewoon nodig. Myron was mijn grootste fan. Ik kwam natuurlijk al kijken met mama en mevrouw Paulina. Toen Myron de leeftijd van 1 jaar of 7 wilde Myron ook graag op voetballen gaan. En omdat toen, 19 jaar geleden, geen voetbal voor gehandicapte kindjes was, moest Myron beginnen. Waren gezonde jongetjes. Ik heb het zelf nooit leuk gevonden. Als de tegenpartij bij Soepel mocht ik ze altijd praten over een mannetje. Loopt dat jongetje gek? Wat is hij slow? Wat valt hij veel? Is hij gebaseerd? Ik vind dat altijd top. En van de 2 keer 20 minuten zag ik heel goed als voetbalpapa dat hij misschien eindelijk 2 keer aan de bal kwam. En dan werd het nog helemaal geregisseerd. Er stond iedereen stil op om op de corners te nemen. Maar goed, Myron genoot. Dat was voor mij mijn vrouw prima. Als Myron er nog naast zijn zin had, dan was alles oké. Op een gegeven moment ging Myron beseffen dat hij anders werd. We lieten hem als jong mannetje steeds staan. Die andere jongens gingen allemaal door. Hij was op een gegeven moment de oudste jongetje in zijn team. Maar werd voorbijgewerkt door zulke kleine uppies. Als ik echt een belangrijke wedstrijd werd, dan haalde de trainer me altijd als eerste eruit. Bracht hem als laatste in, en soms speelde hij helemaal niet. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe van papa, ik wil stoppen met voetballen. En dat was maar zo'n steek in mijn buik, want ik wist hoe gek dat mannetje van voetbal was. Voetbal was zijn hele leven. En dat was moeilijk. Dat was voor mij ook een moeilijke periode toen. Ik ben niet zo'n goede voetballer geweest. Ik ben altijd speelde 4-2 verdedigen, de middenvelder, de aanvoerder. Altijd voorop in de strijd, altijd knokken, altijd beuken. Want dat vind ik het mooie aan sport, hè. Je kan dingen veranderen. Als je team je goed voorbereidt, jezelf voorbereidt, dan kun je wat aan doen. Maar als je kindje met een handicap raakt, moet je dat maar doorstrikken. En dat lukt hem niet. Ik kreeg veel hersenblessures, veel spanning in mijn lijf. Op een gegeven moment werd ik ook boos en somber en zat ik helemaal niet lekker in de vel. Maar op een dag heb ik mezelf in de spiegel gekeken, schop onder mijn kont gegeven. Voor het eerst in mijn leven hulp gezocht, waar ik eerst sterk en Dennis was, ik al mezelf oploste. Heb ik na 8 jaar na Marius geboorte bij een autonoom in terechtgekomen. Ik heb eerst gehuild op Myron en toen kreeg ik wat meer lucht en lucht in lijf en leven. Toen heb ik in 99 gemeente een brief geschreven. Beste gemeente, ik ben Dennis, ik stel op mijn AFC. Ik wil heel graag een club oprichten voor kindjes met een handicap onder de naam Only Friends, waar liefde, kameraadschap, respect en paarden zijn. Niet zielig, niet gehandicapt, nee, sport zoals wij het ook met z'n allen beleven. De gemeente heeft mij geholpen. Die is 2000 folders gedrukt onder de titel gelijk is gaan buitenspel. En 9 februari 2000 zijn we begonnen met 8 gehandicapte kindjes. Nou, inmiddels zijn we 90 jaar verder. We zijn een prachtige stichting, de Stichting Sportclub Only Friends. Ik heb het 17 jaar lang alleen gedaan. Dat bedoel ik mij verder alleen met prachtige vrijwilligers, 150 vrijwilligers. En ieder jaar zo'n nieuwe club van zo'n 50 stagiaires. Maar sinds 2 jaar is Myron ook in dienst van stichting. Ik heb nog maar 1 wens, dat is 100 jaar worden. We hebben hetzelfde met de club. En als ik straks in de skybox ben, moet Myron het voortzetten en doet het geweldig. Ik noem het al als kopgedroogd. Hij heeft eerst gehandicapte jongen Sios in Haarlem afgerond. Had een droom om profvoetballer te worden, dat is hem op zijn niveau gelukt. Hij is vanaf zijn 12e tot het A-team deel worden gespeeld bij zijn Nederlands CP-team. CP is een Dave Mitchell, Sibra, Parese, een team van mensen met een hersenbeschadiging. Dus hij heeft EK's, WK's, Paralympische spelen. Ja, en hij staat de jonge praat door te vertellen.
Inmiddels hebben we 762 leden. Kindjes die vechten tegen kanker, syndroom van Down, vormen van autisme, sporters zoals Myron, kickboxers in rolstoelen, berggroei, chronici. Nou, noem het maar op, alle kanjers, alle helden waarbij het niet lukt in de vliegenwereld, die sporten in onze mooie club. 19 jaar geleden begonnen met voetbal, de tweede was rolstoelbasketbal, de derde was fitness. En zo ben ik OnlyFans gaan uitbreiden tot een prachtige sportclub met maar liefst 25 verschillende sporten. En ja, ik denk de mooiste club van de wereld. Competities, zoveel mogelijk benader ik het sportleven zoals wij het ook beleven. Want dat is voor mij de spirit van sport. Door de week ga ik trainen, vrijdag vroeg naar bed. Kriebels in je buik, je tas pakken, zaterdag vroeg op met je knollen. Nou, als ik veel mogelijk sporten doen wij dat ook. We doen met 9 teams mee in de G-competitie. We hebben een eredivisie team rolstoelbasketbal. En streetdancers moeten dansen op een grote uitvoering. Want dat is voor mij de spirit van sport. Voorbereiden, uitgedaagd worden en grenzen verleggen. En ja, ik denk dat het voor onze kanjers heel belangrijk is hier. Gedurende mijn reis, nieuwe initiatief ondernomen. All the friends, ik ben met zo'n 80 ouder aan het sporten, woensdag en vrijdag. Friends in Shape, een prachtig obesitasprogramma opgezet. Onze Young Skiller project is Friends at Work. Kinderen die zwaar gehandicapt zijn, die alleen naar thuis zitten en niet aan het werk komen. En wij hebben gedacht, hoe mooi is dat als je op je eigen sportcentrum en je bent volwassen dat je moet werken, dat je het op je eigen sportclub kan doen. Dat is een geweldig project. Misschien hebben jullie niks in zitten, is een elektrische rolstoel. We hebben een tweeling met een achterhoofd aan elkaar. Ja, die lopen hier te shine en te stralen omdat ze uit huis zijn, onder de mensen zijn en aan het werk zijn. Maar misschien is dit wel het allerbelangrijkste dat ik hier doe. The Voice of Only Friends, Casey Nelly, Discos. Gedurende mijn 19 jaar ben ik heel veel jonge kinderen verloren. En als je dan een logo op je ruilkaart ziet of je hoort ouders spreken op een aardvaart, hoe belangrijk Only Friends in die jonge levens was, besef je van hoe belangrijk Only Friends was. Ja, als ik op het veld sta, ben ik vaak met voetballen, met sport bezig, met u, waarin die gezinnen gaat het veel verder en veel dieper. En ik ben me bewust dat ik dit altijd zal mee blijven maken, maar het geeft mij wel een power om dit voor eeuwig te doen, zolang het gegeven is, want OnlyFans is gewoon super belangrijk in de kinderlevens. Hoe doen we het OnlyFans? Is het goed zoals je bent? Ik denk dat dit een prachtige foto is. Kees heeft een beperking die 1 miljoen kind voorkomt. Wist zijn bovenbenen wel met zijn scheenbeen in zijn heup komen. Wist zijn onderarm is 21 en zo groot. Bijvoorbeeld mij in de jeugdcompetitie. Andere mooie jongens blijven met onze ambassadeur, Marco van Basten vanaf dag 1. Wat voor niveau je ook hebt bij ons, je bent bij ons allemaal topper, je doet het goed zoals je bent. 2002 begon ik te dromen. Als je in de eerste elftal speelt, dan speel je altijd op een hoofdveld. Je hebt de beste trainers, je hebt het beste materiaal, er wordt van alles voor je georganiseerd. En toen ik met OnlyFans begon, was ik altijd een gast. Jongens, mag ik een uurtje extra? Mag ik je spullen lenen? Zou ik het toernooi mogen organiseren? Op een gegeven moment werd ik 8 verschillende sporten in en rond Amsterdam. En overal maar dat gebeden voor mijn club. 2002 bestuur is meegenomen naar een café in Amsterdam-Noord. Die jongen heette ook Dennis. Ik had ook een flip over in mijn auto gegooid. En toen heb ik een droom getekend. En gezegd, Dennis, ik heb een droom. Ik ga het eerste sportcentrum op de wereld zetten. Speciaal voor sporters met een beperking. Voor iedere wereld is ook welkom, maar die slaat er nu bij ons aan. Ja, je luistert het centrum, moet het mooiste centrum van de wereld worden. Nou, Dennis begon te lachen. Ik denk dat het toelachen was, maar maakte mij niet zoveel uit. Want ik had zoveel liefde, ik had zoveel vuur, ik had zoveel power in. En ik ben ervoor gegaan. En nou, het mooie droom is dat je het niet alleen doet. Ik ben in 2004 Ereburger Amsterdam-Noord geworden. Ik werd wethouder bij gedeeld van werk van OnlyFans. En je schuilt steeds over een droom. En wat is het dan precies? Dus ik terug naar het stadsdeelkantoor, de tweede tekening gemaakt. En tot mijn grote schrik en plezier en enthousiasme kreeg ik een grond van 1 euro per jaar. En jij hebt een grote droom, een groot stuk grond tot nu. Toen ben ik opgepakt door het bedrijfsleven. Ben ik in contact gekomen met McDonald's, van de Kidnuggets. McDonald's heeft een prachtig kinderfonds. Daar ben ik gekomen, moest ik steeds presenteren, kwam ik steeds een ronde verder. En McDonald's heeft me omarmd, we zijn samen gegaan. En heeft mij gezegd, oké, Dennis, ga 1000 ouders interviewen van gehandicapte kinderen. Kijk of er behoefte is aan dit centrum en dan gaan we verder praten. En uit die interviews kwamen prachtige cijfers. Meer dan 90% van de ouders zitten springen in zo'n centrum. Waarom? Het gaat hier echt om onze kinderen. Lotgenoten moeten sporten op één plek. Dus dat vond McDonald's reden om samen te gaan bouwen. Opnieuw een opdracht. Ik heb geen geld gehad, ik heb de opdracht gehad om zoveel mogelijk sponsors aan me te binden. En dat ben ik gaan doen. Dus de heipalen, de stoeptegels, de tapijt, de muziek, de koffie. Alles hangt aan elkaar gesponsoring. Maar wat we niet gered hebben, heb ik dan eens bijgeschreven. En zo zijn we gebouwen. In 2007 is de paal geslagen. In 2010 is het officieel geopend door Prinses Marilène, Marco van Basten. En de belangrijkste Myron en het lintje doet. Ivanier. Toen ik pas begon met OnlyFans dacht ik, ik moet die Ivanier te pakken krijgen. Hoe mooi zou het zijn als ik in een tv-show mag komen. Kan ik al die ouders vertellen dat OnlyFans bestaat. Dan krijg ik weer leden. Ik heb 2 jaar moeten lobbyen om bij Ivanier kantoor te mogen komen. Maar hij trapte me na 10 minuten, stond ik in de straat, trapte hij naar buiten.
kan echt denken, nou, die man is niet goed met al zijn plannen en zijn ideeën. De Ivonier is een vriend van Etienne. Hij was hier op het centrum en vroeg aan Etienne, maar ben ik in godsnaam beland met een prachtig sportcentrum. Etienne vertelde mij het verhaal. Ivonier kwam mij op zoek, hij zei, Dennis, ken je me nog? Ik zei, ja, u trapt hem eruit na 10 minuten, weet u dat nog? En daar wil ik gelachen. En dan heb je ook nog een prachtige uitzending van op de tv-show ben ik geweest. Vol boezem, vrouw, 3 miljoen kijkers. Er was heel veel exposure gegeven. Maar wat heel bijzonder schijnt te zijn, zijn mensen om Ivonier heen. Zeiden Dennis, hij doet zijn ding. Video geïnterviewd, George Clooney, Messi of wie dat is. Hij doet zijn interview, je ziet hem nooit meer. Op een of andere manier heb ik zijn hart gestolen en is hij altijd betrokken gebleven. Ook afgelopen maand heeft hij meegewerkt in onze Benefit Night. Hij is een prachtig filmpje gemaakt van 3 sporters. Ik wil het met jullie delen en dan pik ik het weer op. Ja, ik ben net als iedere keer weer ongelooflijk onder de indruk van dit Friendship Sports Center. Het is het meest unieke centrum in de wereld waar zoveel mensen met een beperking kunnen sporten. De prachtige club Only Friends, waar ruim 800 jongeren lid van zijn, niet alleen kunnen voetballen, maar ook wielrennen, duiken, tennissen en fitnessen. Het is meer dan hartveroverend om te zien hoe zoveel jongeren met een beperking hier zichzelf kunnen zijn. Hier vallen alle handicaps weg. Aan de prachtige verbouwing kunnen vele bedrijven, ja, ook uw bedrijf, van het Friendship Sports Center gebruik maken. En zodoende een steentje bijdragen aan dit unieke doel. Altijd is hier de inspirerende en nooit aflatende spirit van directeur Etienne Spee en oprichter Dennis Gebbink voelbaar. Ik zal altijd een speciaal plekje in mijn hart houden voor het FSC en Only Friends. En uiteraard help ik waar mogelijk. Met veel liefde heb ik de Kanjers, Younes, Olivier en Robin geportretteerd. Dit is Younes. Hij is geboren met het syndroom van Down. Hij is nu 25. En heel vaak te vinden op het Friendship Sports Center. Zijn favoriete sporten bij Only Friends zijn duiken, judo en vooral voetballen. Younes is een keer of 6 aan zijn enkels geopereerd. Om ervoor te zorgen dat het voetballen hem nog beter afgaat. Younes is altijd in voor grappen en houdt van mooie kleding. Vooral ook is hij dol op zijn trainer Dennis. Younes is zelf een fantastische jongen. Hij is denk ik al een jaar of 12 bij Only Friends. Dus ik heb hem van klein en groot zien op. Ja, gewoon altijd vrolijk, altijd beleefd, altijd netjes. En dan vooral humor. We lachen veel met elkaar af. En ja, ik vind het een prachtig jongen. Hij is gewoon zelf in staat om de panelchauffeur te bellen. En hij doet zijn dingen zelf. En weet je, als het kan is dat natuurlijk ook prima. Het is inmiddels een volwassen jongen, dus hij regelt het prima zelf. Ik vind echt heel fantastisch van de club van Only Friends. En echt geniaal, echt heel mooi. En ik hou er zo van. En ik heb echt heel lang meegemaakt met Only Friends Club. Mooi, gaan we terug. Naar mijn trainer, hop, in de dit is Olivier, hij is 13 jaar. En hij is al 9 jaar bij Only Friends. Hij rent en voetbalt altijd met een zeer speciale rollator. Olivier heeft door zuurstoftekort bij de geboorte een zogenaamde dyskinetische cerebrale parese opgelopen. Dat wil zeggen dat Olivier bewegingen maakt die hij eigenlijk niet wil. En ook trekken zijn spieren ineens samen. Hij is moeilijk verstaanbaar, waardoor menigeen denkt dat hij ook een verstandelijke beperking heeft, maar niets is minder waar. Olivier zit nu op het VWO. De vierde mei, door de lucht. En je paas terug, goed gozer. Wow, goed jongen. Ik ben zelf dankbaar dat ik Olivier mag leren voetballen. Als je ziet hoe dat mannetje ervoor gaat, weet je, is heel bijzonder. Je doet ons tempo, loop je, weet je, dan heb je er 2 gedaan. Zeg je half uur de derde rustig. Nou, dan gaat hij ook die derde van rond. En geweldig. Ik denk top. Ik kan hem niet altijd goed verstaan, maar hij verstaat mij goed. En als we in elkaar ogen kijken, weet je wat er aan de hand is. Ik zie precies hoe ze voelt. En ik denk dat we zo een jaar of 8 samen zijn. En weet je, kan hem lezen en schrijven. Heel
was dat denk ik wel eens een uitdaging, maar is het ook denk ik wat Onlyfans meemaken. Je ziet er wel kindjes zonder relatie die zich dan mee gaan moeien en elkaar proberen te helpen. Ja, ik denk dat de spirit van sport is. Ik elkaar helpen, voor elkaar door het vuur gaan en ja, elkaar accepteren als je bent. En ik denk dat Onlyfans het mooiste van de wereld is. Ik merk dat het bewegen voor hem heel belangrijk is. Als je dan bij dat bewegen is, gewoon, ja, wordt hij slom en kan hij een stuk minder. En dit is een fantastische omgeving. En, Dennis en Maarten zijn natuurlijk fantastische trainers. Als je naar de blije koppie kijkt, als hij hier klaar is met trainen, dat is al meer dan genoeg natuurlijk. Maar omdat Olivier zijn handicap zodanig is dat hij, als je niet sport, gaat hij naar rolstoel zitten. En als hij beweegt, net als elke andere gezond kind, wordt hij sterker, heeft hij meer conditie, wordt hij gezonder, heeft hij minder vaak griep, wordt hij niet zo snel verkouden. Net als voor alle andere gezonde kinderen is voor Olivier dit ook fantastisch. Dit is Robin. Zij is geboren met een zeldzaam syndroom en is nu 11 jaar oud. Ze zit op een speciale basisschool en sport al 5 jaar bij Only Friends. Hier kan ze zichzelf zijn. Er kijkt niemand raar naar Robin. Robin is geboren met het syndroom van Pfeiffer, waardoor zij anders uitziet. Ze heeft 24 uur intensieve zorg nodig. Ze is kinderambassadeur van het gehandicapte kind. En elke dag begint ze met een lach. En is er een grote bron van inspiratie voor andere kinderen. Hey Robin! Hoi! Hey schat, alles goed? Oh. Ja, maar gaat ook alles goed. Ja, Robin is te gek. Special Olympics, ook een gouden medaille winnaar, hè? Dus ja. Als je goud hebt, dan moet je dat meer vertellen, toch? Even voor ouders met zulke uitdagingen. Met zulke geweldige lieve mensen, altijd met Robin hier. En ja, weet je, dan ontroert me altijd. Thuiskomen. Gewoon één van de zijn en niet de aparteling in het verhaal. Samen met Robin en Only Friends 100 worden, ja. Dat is een mooie uitdaging. Maar zeker haalbaar. Ook een Annek, Uik, Jack. Ja, Jack. Ben je ook één? Ja, maar Bank. Ik ben één. Ja, want je kan niet heel veel in mijn buurt spelen. Maar ik heb 24 uur voor sport nodig. Door mijn kanonnen. Die heb ik hier opgeskipt. Want als je eruit gaat, heb je maar 20 seconden om mij te redden. Anders stik ik en dan kan ik ook gaan. Een grote maatje is natuurlijk Dennis. Ik vind hem, ja, leuk. Hij is heel erg grappig. En hij komt altijd naar me toe als ik er ben. Als hij me ziet, komt hij altijd naar me toe. Als ik hem zie, kom ik ook heel aan haar toe. Dus hij is echt een maatje voor mij. Nou, ik hoop dat jullie mooi vonden. Ik kan me voorstellen dat ik een rijk mens ben als ik zulke helden mag trainen. Only Friends zit een geweldige flow in, dus je moet kloppen naar Amsterdamstraat. 2 jaar geleden is Only Friends Utrecht opgericht, Domtoren in Schild, Only Friends Achterhoek, Only Friends Limburg. Logo met je streepjes, dus een beetje het gevoel op mijn Only Friends Eindhoven. Okay. Only Friends Twente en zelfs Rotterdam staat in de cijfers, dus wie weet komt het erover. Dat maakt me wel heel trots dat er over het land nog meer mooie Only Friends sporten komen. Ja, weet je, vaak komen die partijen soms ook internationale interesse om OnlyFans ook internationaal te maken. Vaak vragen die partijen om maar businessplan of plan op papier. Nou, ik moet jullie eerlijk zeggen, dat vind ik alles geen letter papieren. Als ik iets mee mag geven, ik geloof zo in erg wat ik doe. Mijn hart is naar gepast. Ik werk zo naar mijn diepste liefde en overtuiging. Dat het goed is om onze kanjes om op een mooie omgeving goed te kunnen sporten.
Tuurlijk moet je moed hebben. Ik vind presenteren eng. Er komt heel veel politiek en belangen komt erom af. Ik heb ook de andere kant van de medaille meegemaakt. Alleen mijn waarste dat ik blijf die moed 100 jaar tonen. Want ik heb maar één doel, het is de kinderen tot een eil gaat laten genieten. Ik denk dat ik nog dezelfde Dennis ben als 90 jaar geleden. Ik vind het centrum prachtig en alles wat er omheen gebeurt vind ik mooi. Maar ik word dus echt gelukkig dat ik met mijn kiks op het veld sta en ik kan je les maar geven. Want dat is wie ik ben, een sportjongen die gehandicapte sporters gelukkig wil maken. Nog maar één reis, dat is 100 jaar worden. En het is een uitdaging. En ik heb een prachtig cadeau gehad van een stagiaire. Ik heb ook moeilijke dagen, het kindjes die ik loslaat, het veel verdriet wat ik zie om me heen zit, veel verdriet dat mensen ook met me willen delen. Ook op zakelijke gedoe, problemen gehad met McDonald's die mijn droom groter heb gemaakt. Levenslang bij me zijn blijven en na jaren ving ik een brief voor één dag voor kerst dat ze met ons gingen stoppen. Dus ik heb het soms moeilijk. Maar ik wil een cadeau met jullie delen, wat denk ik, de spirit van OnlyFans is. Het gaat over nooit opgeven. En dat moeten al die helden hier, dat moet ik om 100 jaar te worden en dan dit cadeau helpen erbij. We houden op een afscheidsgesprek met jongens, de Sheriffs en dit meisje, Dennis Kamp met je gesprek. Ik heb zo'n te gekke tijd gehad, ik heb mezelf meegegeven, ik heb een cadeautje voor je. Nou, dat hoeft helemaal niet, ze staan ook in mijn mailbox. Dit is mijn cadeautje, dit is mijn gevoel bij OnlyFans. Nou, ik vind het mooi dat ik van zo'n jong meisje heb gehad. Ik denk dat het een enorme blijf van de waardering is. Het gaat over sport, het gaat over nood opgeven. En dat wil ik graag met jullie delen. Gek van Derk, de ander van mij, gelukkig is hij van mij geweest, hebben ze op elkaar geplakt.
is hier geweest en we met elkaar 3 keer onze verhaal verteld. Engelsman loopt in Birmingham, scheurde 4 keer voor de speler zijn hamstring af. Werd fit, 92, een week voor de speler, hard getraind, maar dat hij best is gelopen. En met al die toppers, de beste lopers in voorbereiding zaten, heeft hij gelopen tegen de veteranen. Toen heb hij 2 kilo bal getrild en toch. Dus hij was in een goed vorm. En in de heat had hij zich geplaatst. En dit is de halve finale wat jullie zien. Vader Jim sprong over de gracht heen. En ja, de goal. Ze zijn nog steeds bevriend. En ja, prachtig verhaal. Oké, OnlyFans en Ajax. Nou, Ajax is eigenlijk sinds 2016 weer in de lift. En ik begrijp het wel, want in 2016 hebben ze OnlyFans geadopteerd. En steunen onze helden ook in het tenue van OnlyFans. En hoe mooi is dat? Ik wil afsluiten met een kort filmpje wat daarover gaat, die adoptie. Want misschien ook een mooi bruggetje naar jullie wedstrijd zometeen. Jullie spelen direct tegen het OnlyFans selectieteam. Dat zijn allemaal jongens met lichte handicaps. Mijn zoon speelt erin. Jongens met autisme, jongens met gedragsproblemen. Ze zijn eigenlijk goed geworden, voor het echt gegeven. Bovendien sinds 3 seizoenen doen we mee in de valide competitie. Spelen we mee in de 5e klasse. Spelen we tegen AFC 13, Suburgia 10. Eerste seizoen kregen we 10-0, 12-0, dus het waren kansloos. Tweede seizoen kwam het allemaal dichterbij. En dit seizoen staan we weliswaar 3e van onderen. We hebben 2 wedstrijden gewonnen en spelen af en toe gelijk. En nou, hoe mooi is dat? Nou, ik heb jullie direct nodig. Helaas kan ik niet bij de wedstrijd staan. Henk en Ton gaan het. Ik heb direct jullie liefde nodig. Jullie kameraadschap, jullie vriendschap, jullie begrip. Als jullie vol op bak gaan, ja, dan winnen jullie met 20-30-0. Ze hebben nog 5 minuten vol. Wij moeten ook niet winnen, jullie mogen gerust winnen, we gaan een beetje met ze spelen. Ga lekker 2 keer raak in het veld, geef ze soms wat ruimte. Straf ook een fout af als ze het niet goed doen, dat moet direct een beetje de spirit voor de wedstrijd zijn. Ik weet niet, jullie trainers in de zaal, hè? Weet je, ga dat spelen. Maak er een lekkere trainingswedstrijd van, we spelen een uur en geniet van deze kanjes. Als je mijn aanvoerder ziet, Eva, nou, ik heb nog steeds een raar spel respect. Als mijn eigen jongens zien, mijn respect zien, als ik best niet zie, dan spas mijn hand op mijn rug en die zien hoe ze ervoor gaan. Ja, heel bijzonder om dat elke keer te mogen coachen. Ik hoop dat ik namens Henk spreek. Dus jongens, lekker dekken, wedstrijd spelen een uur. Leer die jongens voetballen. Je hoeft niet te verliezen. Maak er een soort mooie wedstrijd van. Maar ja, daag ze ook uit en geniet ervan het vooral. En van de spirit. Ik ben ook voetballer geweest. Maar voor heel veel van deze kanjes. En dan zijn ook deze. Dit maken van de schoenen. Zoveel karakter als hun hebben. Ja. Ajax, kort filmpje. Er zit ook het stukje van het selectieteam in. Dus je ziet er wat heel weinig dekken tegen voetballen. Dus, ik kan eigenlijk niet uitleggen wat het betekent voor onze kinderen die zoveel tegenslag hebben gehad en nu in het Ajax mogen voetballen. Als ik zie dat ze het shirt aantrekken voor ons, gaat die bos vooruit, gaat die kin omhoog. Ja, waanzinnig. Dit zijn de kantjes van het Jan Gevenbal. De ene heeft een hersenbeschadiging, de ander snapt de regels niet, de ander heeft autisme en allemaal, ja, op hun manier een uitdaging. Maar hij liet wel, dat is de bal en daar genieten ze van. Sinds 2017 spelen we onze voetballers in het tenue van Ajax. We hebben een persconferentie belegd, vlak voor kerst. Van de zaal kwam binnenlopen, er stond een etalagepot met een laken op het podium. Ja, toen heeft Edwin die etalagepot gedoeld en dan stond het Ajax-shirt met gewoon fans lopen te maken. Nee, je wil niet weten. Het dak ging eraf. Huilende ouders, huilende kinderen. Ze zijn Ajaxiet. We hebben van de 700 leden bij OnlyFans verdeeld over 25 sporters en 200 voetballers. En op een gegeven moment begon OnlyFans te groeien en had ik een groep jongens bij elkaar met allemaal lichte handicaps. Maar ja, eigenlijk rasvoetballers, talentvolle voetballers. Maar die werden veel te goed voor dat voetbal voor die mensen met een beperking. En toen is bij mij langzaam het idee gaan broeden van oké, hoe mooi zou het zijn als ik die gasten bij elkaar zet, een selectieteam creëer. Je bent goed zoals je bent nog steeds, maar toch ook wel die kans ook bieden van oké, je wil verder, je kan verder, dan gaan we ervoor. Goed. Toen ik 2 was heb ik een herseninfarct gehad waardoor de linkerkant van mijn lichaam spastisch is. Ik heb een lichte vorm van PDD-NOS. PDD-NOS is een vorm van autisme. Binnen, Joko, binnen! Ik ben geboren met een zuurstoftekort, waardoor de hersencellen zijn kapot gegaan in mijn rechterzijde van mijn hersenen. Dus ik kan mijn linkerzijde niet goed gebruiken. En 2 jaar geleden zijn we een pilot begonnen. Doen wij met een selectieteam mee in een valide competitie. Tegen volwassen mannen, tegen fitte mannen. 11-11 op een heel veld, 2 keer 3 kwartier. En ik leef nu in de wereld en geweldig. Met andere toppen van je kunnen voetballen. En dat doen wij nu. We draaien tegen mee in de reguliere competitie.
Als je niet de kansen gelooft, dan kun je van, heb ik altijd weer het goed stoppen. Nee, ik geef nooit op. Dat hoort er niet bij mij. Als je valt, dan moet je, zou je altijd weer moeten opstaan. Anders dan blijf je daar maar liggen. Vandaag een nieuwe wedstrijd bij Waterwijk in Almere. En voor ons een belangrijke wedstrijd. Deze ploeg staat onder ons diep 0 punten. Dus hoe mooi zou het zijn om vandaag nog een mooi goed resultaat te kunnen pakken. Ik heb totaal geen ontzag voor de tegenstander. En zo meteen gaat de scheidsrechter fluiten. En dan gaan we er gewoon vol op 90 minuten tegenaan. 1-3 voor ons natuurlijk. Nou jongens, vandaag nu de schijf van, we gaan naar buiten toe. Het ligt nu aan jullie. Nogmaals, alles begint met 200% inzet. Onderneem, heb plezier, plezier mensen, schiet op kool, we gaan erop en maak er een mooie wedstrijd van. Uitslag ben ik vergeten helaas. Oké, koppers, dank jullie wel. En ik hoop dat jullie een mooie verhaal vonden. Dankbaar dat jullie hier zijn. Ik denk dat Henk jullie mee naar het veld en dan gaan we een heerlijke wedstrijd spelen. Ik wil nog één ding even zeggen waar je bij me, jij moet wel snel weg, maar er is hier iemand in de zaal die heet Thomas. Kom even naar voren. Thomas, ik heb ingefluisterd gekregen dat jij eigenlijk wel een wens hebt om een keer te voetballen tegen je eigen club. Ja. Nou, dat gaat gebeuren. Ja, en wij willen je eigenlijk als Dennis voor jou geregeld. We willen jou een officieel Ajax heel wat pakket geven, een shirt, broekje, kousen en voor de wedstrijd, maar je mag het daarna ook gewoon houden als herinnering aan deze bijzondere wedstrijd. Ja. We hopen dat jij dat goed gaat inzetten voor ons. Zeker. De jongens zullen je lekker opnemen en geef gewoon aan als je wil wisselen of als je wil doen, maar het was dat je erbij zit. Ja, is goed. Dus maak er nog moois van. Toch.